Het Europese gevoel trekt mij dat je altijd eigenlijk hele mooie banen hebt. Heel afwisselend met hoogteverschillen en noem maar op. En het niveau ligt natuurlijk heel, heel erg hoog. Het is, in Nederland is het natuurlijk eigenlijk heel veel het rondje om de kerk. En ik begrijp ook wel, ik bedoel, wij zijn een vlak land, dus we kunnen moeilijk dit maken. Maar, maar als je dit eenmaal een paar keer gedaan hebt, dan wil je eigenlijk niet anders meer, weet je. Dat is het hele probleem. En ik denk dat ik zeker 45 jaar al rij. Ja. Ik was 16 of 17 toen begon ik. Dus ja, wel heel wat meegemaakt. Iedereen heeft respect voor elkaar. En maakt dat dan het Europees kampioenschap zo leuk? Ja, dat maakt het eigenlijk hartstikke leuk. Eigenlijk, je bent eigenlijk iedereen zijn concurrent. En aan het eind, als je elkaar kan helpen. Gisteren had Hosek bijvoorbeeld een uitlaat, eentje was afgebroken. En dan komen ze toch vragen. God, Hans, heb je lastpraat bij hem? Kunnen we even tiggen? En dan geef je dat gewoon. Ik bedoel, ik kan ook zeggen, ja, je doet het niet, ik kan lekker niet meer rijden. Maar dat werkt niet zo, weet je wel. Dat doen we niet. Het is eigenlijk één grote familie iedere keer die weer bij elkaar komt. Wat je zegt, de concurrentie is groot. Stoort jou dat? Dat het te groot is op de duur? Nee, want ik ben heel eerlijk. Ik ben natuurlijk 64. En die jonge honden die hou ik niet meer bij. Het gaat mij puur om... wij doen heel veel in titanium. En we maken alle delen van titanium. En daarvoor rij ik ook nog. En ik vind het gewoon leuk. Ik rij nog niet achteraan. Dat houdt het gewoon leuk. En de mensen die hebben respect voor je, weet je wel. En ze weten, als er een sneller achter zit, dan weten ze toch dat ik aan de kant ga en ze er langs la. Want het heeft geen zin voor mij om ze te storen, weet je. Want ik bedoel, die top 10, dat is allemaal al vergeven, weet je wel. En dat vind ik, maar dat vind ik ook helemaal niet erg. Ik bedoel, ik heb mijn plezier heb ik het hele weekend als ik rij. Ik bedoel, als die vanmiddag als die kapot gaat, dan heb ik net zoveel plezier als ik het hele weekend sta te kijken als een andere. Maar ik bedoel, als een andere die echt voor de titel gaat en die hebben hem kapot, ja, dan zijn ze gelijk, hangen ze met de koppen naar beneden en dan schelden en vloeken en tekeer gaan. Maar dat heb ik niet, weet je. Ik bedoel, ik heb net zoveel plezier als ik dan moet verder kijken. Als dat ik... Ja, je staat eigenlijk gewoon met plezier dan wel de finales te kijken. Ja, dan sta ik echt met plezier de finales te kijken. En dan hoop je natuurlijk dat er een Nederlander wint. Maar goed, Stoebe is natuurlijk eigenlijk al jaren oppermachtig. En ik denk dat dat ook nog wel een paar jaar zo blijft. Maar, Is hij te verslaan? In principe is hij wel te verslaan. Ik denk, als je bij ons Mike Bartel hebt in Nederland Ik denk dat het wel een keer gaat gebeuren. Mike is natuurlijk echt een gedreven jongen. Echt doet alles voor de sport. Herken je dat? Ja, dat had ik vroeger ook. Maar ik denk ook echt wel dat hij een keer weer Europees kampioen wordt. Ja, dat denk ik wel. En voorlopig zien we jou nog wel op de baan, hè? Ja, normaal gesproken wel, ja. Ja, ik word volgende week 64, maar ik ben nog niet van plan om te stoppen. Hosek is 73, dus wat dat gaat, kan ik nog even.